Je hebt ons in de afgelopen week, nou laat ik zeggen, de basis laten zien van. Als je alle slagen goed wil kunnen beheersen, we gaan next level nu? Next level aan de ene kant, maar Stap ook wel twee. echt de basis. Stroomlijnen, dat is, het woord zegt het al: je wil zo min mogelijk weerstand creëren. Ik, ik, ik zie water altijd als een, als een natuurlijke vloeistof, maar je kan daar tegenaan botsen als zwemmer. En dat willen we niet. We willen er doorheen snijden, zodat we er eigenlijk geen weerstand van, van ondervinden. Ja, en met stroomlijnen? Dus dat geldt bij het hele zwemmen. Hè? Ja. Daar hebben we het al over gehad. Hoe lig je nou in het water? Zo horizontaal mogelijk. Maar stroomlijnen is eigenlijk iets wat je na de start en na elk keerpunt uh, doet, uh, na die sprongkracht. Onderwater dus? Onderwater. Stroomlijn. En Caleb Dressel is daar heel goed in. Maar Ranomi uh, is denk ik de beste bij de vrouwen uh, op dit vlak. En dat zagen we net bij die 50 vlinderslag. En dat beeld... Uh, daar willen uh, we heel even, 50 even 50 terughalen. Uitkort? Ja. Um, zojuist dus? Ja, wat je heel mooi ziet bij Renomie, los van dat ze enorme sprongkracht uh, heeft, is op het moment van het enteren van het water, dan heb je eigenlijk een tweedeling. Aan de voorkant, het bovenlichaam, wil je stroomlijnen. Dus dat doe je door je handen op elkaar te houden, je hoofd echt te klemmen tussen je armen. En dan het onderlichaam wil die snelheid van die duik, van die sprong die je gemaakt hebt, wil die zo lang mogelijk vasthouden. Dan wil ik eigenlijk nog heel even weer terug naar, naar Ranomi, als dat kan. Um, maar hier zie je het uh, ook heel erg goed. Nou, laten we het hier gewoon even bij houden. Ja, is... Nee, we gaan toch ja. terug. We gaan toch terug. <laughs> Eerste koningin. De hoogste snelheid heb je en dat is ook een reden waarom op de korte baan, de 25-meter baan, de wereldrecords allemaal sneller zijn dan op de lange baan. Die keerpunten zitten erin. Nou, die snelheid die wil je vasthouden en die wil je meenemen in die eerste paar slagen. En dat is eigenlijk je startsnelheid van het zwemmen. En zwemmers weten ook precies wanneer ze boven gaan komen. Dat voel je, waar je zit en dan krijg je hier de eerste slag. Dat noemen we dan vervolgens de breakout van het zwemmen. Ja. Nou, wij hebben daar de 15-meter regel voor gehanteerd. Dan wil ik ook wel even weten wie dit is dan. Dit is uh, wederom Andrea Kneppers. Ja. Uh, ooit vlinderslagzwemster, deelnemster in, in Rio nog geweest. En Andrea laat hier een afzet zien met die stroomlijn. En het belangrijkste zit hem aan de voorkant. De handen zijn altijd op elkaar, zodat je door het water heen snijdt, in plaats van dat je er tegenaan botst. Het hoofd is altijd tussen je armen. Kijk je te veel naar voren, dan vang je gezicht. Water en wekte dus weerstand op. En dit wil je eigenlijk zo vlak mogelijk houden. Terwijl het onderlichaam en de benen zoveel mogelijk stuwing maken met die harde klappen, vlinderslag. En daar zit hem dan ook het gevaar in als je heel hard met die benen uh, kikt. Dat er ook te veel beweging aan de voorkant uh, aan de, met je bovenlichaam ontstaat. Waardoor er dus eigenlijk uh, afgeremd wordt. Nou, dit mag voor 15 meter onder water. En die regel is ook geïnitieerd, omdat op een gegeven moment zwemmers doorhadden van. hé, hey, die weerstand. Die is het minder als je dieper onder water gaat. Dus laten wij eens proberen. hoe ver en hoe snel we zijn als we alleen maar onder water gaan zetten. Is een periode geweest, dus. dat ze steeds verder onder water gingen? Steeds verder. Ver dat er eigenlijk maar uh, tien meter voor het keerpunt. kwam men dan boven. Ja. deed een paar slagen. en op de terugweg was het weer het geval. En daar hebben ze toen een stokje voor gestoken. en nu moet je bij vijftien meter onder water zijn. Hier zie je het ook heel mooi. Het is een, uh, een kunst. die Michael Phelps eigenlijk met name heeft uitgevonden, vind ik. En nu, de generatie nu, die is daarmee opgegroeid. Dus op, eh, onderwaterfase in mijn tijd was iets, dan deed je twee, drie kicks en dan kwam je boven. Uh, en een nieuwe generatie, die heeft Michael Phelps natuurlijk altijd die 15 meter onder water zien zwemmen. Die zijn dat van jongs af aan gaan doen. Die doen dat elke dag in de trainingen. Uh, en dus zie je nu een Caleb Dressel, dat eigenlijk weer... Verbeteren. Maar jij komt er dus uitzien. Jij komt dus uit de generatie die heeft moeten uitvinden dat daar nog een hoop snelheid te winnen viel. Hoe ging je daarmee om? Uh, nou, eigenlijk ben je dan een beetje te laat. Want dat zijn van die dingen. Hè, ook hierin zie je die vloeiendheid in het lichaam. Hoe eerder je daarmee begint, dus hoe jonger je daarmee begint, hoe beter je erin wordt. En het is ook wel een beetje bepaald hoe goed je erin bent. Dat heeft met je flexibiliteit te maken in je knieën, in je enkels. Uh, hè, Pieter van der Hogeband, uh, ikzelf. Niet heel bijzondere vlinderbeenslagtechniek. Dus wat wij deden was direct naar boven komen om te zwemmen. Want bij ons remde het eigenlijk eerder af als we lang onder water. Je staat nu iets uit te leggen wat je zelf eigenlijk niet kan. Nee, precies. En zo werkt het toch? Ja. Ik ben jaloers op hoor. een ruiter en paard. Dus je kan het goed uitleggen. Hoe kan je. Oh, kijk, daar hebben we nog. Dit is Dress Ja. Hoe kan je dit thuis beginnen droog te oefenen? Als je nu zegt: Ik wil dit vanaf, vanaf, nul, vanaf een nulpunt, kan dit zonder zijn bad? Salsa Salsales, zou ik zeggen. Ja? Ja. Maar ja, kijk, je ziet hier die, die ontzettende soepelheid in, in de heupen. Ja, en, en die enorme beenslag, hè? die knieën, die, die veren als het ware mee. Dat is iets dat, dat moet ook wel een beetje zo groeien. Um, ik zou er niet al te veel op focussen als je amateurzwemmer bent. Het enige wat je wel kan doen is altijd stroomlijnen, dus handen op elkaar, hoofd tussen je armen. Begin elke baan die je zwemt nou op die manier, want eigenlijk zijn dat de gratis meters die je krijgt zonder dat je energie hoeft te leveren. Ja. Dus gewoon heel efficiënt.